competitieroei eigenlijk inhoudt, is dat je 2 keer in de week of wat vaker als je wat fanatieker bent, traint. En daarbij heb je ook eigen coaches. En met die ploeg doe je allerlei leuke dingen. Je kan bijvoorbeeld zelf borrels organiseren, je eet hier samen op de loods. En als verbintenis heb je gewoon het roeien, wat je allemaal super leuk vindt. Dus het grootste gedeelte van alle eerstejaars die hier komt roeien, die wordt een competitieroeier. En ik zorg dat die eigenlijk alles tot hun beschikking hebben wat ze willen. Dus boten hebben, coaches hebben, in ploegen worden ingedeeld. En zodat ze uiteindelijk een heel vet jaar hier kunnen zetten met van alles over roeien en feesten en borrels en al dat soort dingen. Tweede half jaar begint eigenlijk het wedstrijdseizoen. Dan start je een bokaal, dat zijn een stuk of 6 wedstrijden door heel Nederland. En bij die wedstrijden horen ook hele leuke compofeestjes. Ja, die compofeestjes zijn wel een vak apart. Ze zijn niet te vergelijken met een normale uitgaansavond. Je bent namelijk op de solliciteit van de vereniging waar je op dat moment de wedstrijd hebt vaak. Soms is het ook wel een externe locatie. En daar maak je kennis met allerlei andere verenigingen en ploegen. Die je ook wel vaker terugziet op nieuwe wedstrijden. Dus daar kun je ook wat contact opbouwen, wat heel leuk is. Dan, dat je ook wat anders meekrijgt dan alleen je eigen stad. En op die feesten, daar gebeuren de gekste dingen. In mijn eerste jaar was het al mijn eerste eigen borrel organiseren. Dat was een carnavalsborrel zonder dat een van ons ooit had gecarnavald. Dus dat was erg lastig, maar het is wel geslaagd. Andere dingen was ook het coachen van een ploeg. Is superleuk om iemand van helemaal nog nooit in een roeiboot te hebben gezeten, na een jaar later te winnen op wedstrijden. De TOC is een afkorting voor TETA Onderlinge Commissie. En zij organiseren de eerste nationale roeiwedstrijd van het jaar. Die vindt altijd het eerste weekend van oktober plaats. En dat is eigenlijk een roeiwedstrijd voor competitieroeiers. En die komen uit heel het land, van allerlei andere studentenroeiverenigingen, om hier eigenlijk een vierkamp te roeien op het water. Dan roeien ze 4 afstanden door het weekend heen. Op de zaterdag is er ook nog een super vet tentfeest. En het is altijd echt super leuk om bij te zijn. En dat organiseren wij. En daarnaast is het ook nog de eerste wedstrijd voor alle nieuwe eerstejaars bij TETA. En daarom ook een beetje de TETA onderlinge. Want alle nieuwe eerstejaars gaan ook tegen elkaar afstandjes varen op het water hier. En dan uitmaken wie nou de beste eerstejaarsploeg is van TETA. Competitieroeien is eigenlijk de perfecte balans tussen het sporten en de gezelligheidsaspecten die we hier hebben. Je traint dan 2-3 keer per week onder begeleiding van een aantal coaches. Je zit dan met ongeveer 6-7 mensen in een ploeg en daarmee word je ook echt een vriendengroep. En door het jaar heen ga je trainen, je hebt hier gezellige evenementen, feesten, borrels, van alles en nog wat om uiteindelijk je jaren natuurlijk af te sluiten met het hoofdseizoen waar je wedstrijden start in de weekenden en hopelijk de winst naar Eindhoven haalt.